Hallo, mijn naam is Peter Hoefnagels. Nieuwe dag, nieuwe week. Die zaadcel die gaat hup naar de ijshop. Wat jij meemaakt op school zie je elke woensdag om 7 uur bij mij terug in de klas. Ja. Ja. Kijk daar eens, wie is daar? Ik. Ja, Dorien. Ja. Wat hoor ik van Mulder? Je bent niet geweest in het straflokaal. Ik kom net meneer Mulder tegen en die zegt tegen mij van ik heb helemaal geen Dorien gezien. Ja? Ja, je begint nou te lachen en je onschuldigste gezichtje op te trekken, maar ik heb jou gewoon eruit gestuurd. Nee, dat is niet waar. Dorien, ik heb jou gewoon eruit gestuurd. Helemaal niet, dat is echt niet waar. Ik ben gewoon zelf weggegaan. Ik heb toch gewoon, nee. Kijk, als jij je huiswerk niet hebt gemaakt, dan heb ik gevoel dat ik jou niet in mijn les heb, want we gaan dat bespreken. Hallo, koekoek, koekoek. Ja. Ik had mijn huiswerk niet gemaakt, toen ben ik gewoon zelf weggegaan, want jij zei dat het geen zin meer had. Jij komt de les binnen, ja? Ja. Jij zegt tegen mij, ik heb mijn huiswerk niet gemaakt. Ja, dat klopt. En u zegt, ik heb er geen zin in. Dus nee, ik ben weggegaan. Ik zeg, dan heeft het weinig zin om van mijn les te hebben. En toen ben jij weggegaan. En toen was ik in de veronderstelling, dan ga jij je natuurlijk bij Mulder melden. Je had gewoon naar Mulder moeten gaan. Nee, ik had daar toch geen zin in. Als ik toch niet hier mag komen, dan ga ik toch gewoon weg. Ja, maar dus je bent er dan toch uitgestuurd? Nee, tuurlijk niet. Ja, jij zit... Dorien, jij loopt te zuchten en te steunen. Mijn pauze gaat er ook aan. Ja, mijne ook. Ja, dus hoe kunnen we dit nou oplossen? Ja, maar luister, weet je wat is? Dorien, nee, jij zegt tegen mij dat het geen zin heeft, dus ik ga dan gewoon weg. Kijk wat je doet. Als jij toch geen zin in mij hebt, dan ga ik toch gewoon weg. Zie je wat je doet? Nee. Je wordt steeds kwaad. Ja, je draait met je handen. Ben je gek of zo? Nee. Je bent steeds jezelf aan het oppompen, omdat je voelt dat je ongelijk hebt. Ik ben er niet uitgestuurd. Ik ben zelf weggegaan. Ja. Dorien, echt. Ja. Dit is echt zo ongelooflijk. Als mijn moeder geen zin in mij heeft, dan ga ik toch ook gewoon weg? Als jij geen zin in mij hebt, dan ga ik toch ook weg? Ja, geen zin hebt, omdat jij je huiswerk niet hebt gedaan. Ja, dat kan ik toch niks aan doen? Oh, alsjeblieft. Ik krijg echt hoofdpijn. Ja. Echt, ik krijg echt dikke hoofdpijn voor jou. Echt, serieus. Ik wil gewoon dat jij nu naar Mulder toe gaat. Klaar. Ja, maar ik heb gehoord dat Mulder er helemaal niet was. Dus ja, dan had het helemaal geen zin om daarheen te gaan. Oké, dus er is ergens toch in jouw gedachten gekomen dat je wel naar meneer Mulder toe moest. Heb je dat zelf gezien? Want meneer Mulder is gewoon de hele derde uur aanwezig geweest. Nee. Wel? Nee. Van wie heb je dat gehoord? Want Mulder heeft de hele tijd aangezeten. Meneer Mulder heeft de hele tijd op die plek gezeten. Ja, van Angeline. En? Was er niet? Nou, hij was er wel. Dat kan niet. Nee, hij was er niet. Maar je zegt net dat je het van Angeline hebt gehoord. Ja. Nou snap ik het niet helemaal. Jawel. Ja, zij zei dat hij er niet was. Ik snap het niet helemaal. Die zegt tegen jou, meneer Mulder is er niet. En dan ga je toch zelf kijken of dat echt zo is? Nee. Wel? Nee. Tuurlijk wel. Tuurlijk niet. Ik kan er toch gewoon vertrouwen dat hij er niet is? Dat boeit toch niet? Echt zo'n bijzondere kronkel van jou. Ik stuur jou gewoon eruit. Jij gaat gewoon naar meneer Mulder toe. Klaar. Ja, maar Angelie heeft gezegd dat meneer Mulder er niet was. Hallo. Angelie. Maar hallo. Hier zit ik, hè. Je zit altijd daar te kijken, maar ik ben hier. Dorien, kijk eens. Ja. Zo. Hier is meneer Hoefnagels. Ik kan ook even komen zitten. Misschien werkt dat beter. Nee. Dus? Oh. Goed. Kijk, Dorien, ik ken jou nou, ben ik al 3 jaar, als jij niet, dan ga je lopen glimlachen, dan ga je lopen stralen. Maar je moet niet lopen stralen. Nou, ik wil nou eigenlijk Dorien zien die een beetje zo van, oh ja, sorry, dit. Dit zou ik veel liever willen zien dan een Dorien die maar loopt te stralen. Er valt helemaal niks te stralen, dit is één grote doffe ellende. Dus... Oh man, ik heb echt een enorme... Ik krijg hier echt dikke hoofdpijn van. Echt ja. Hele dikke hoofdpijn. Dus we hebben nog 10 minuten. En ik wil dat je... wat is nu? Pauze. Meneer Mulder heeft ook pauze. En... Paracetamol. Ja, je hebt toch hoofdpijn? Ja. Ja. Heel lief. Heel aardig. Ja. Maar Dorien, het werkt niet. Neem maar weer terug. Ik heb mijn eigen paracetamol bij me. Neem maar weer terug. Dit gaat niet werken, dit. Echt niet. Zo. Ja? Ja.
Want je kan, ja, dat kopje staat weer een beetje schuin erop en het is weer een beetje glimlachen en proberen. Maar het gaat je niet lukken hoor, echt niet. Je moet echt naar meneer Mulder toe. Ik wil na de pauze dat je erheen gaat. Nou gaat het kopje naar de andere kant weer op. Ja. Kan je ook je kopje recht zetten? Recht op je romp, zo. Zo, ja. Goed zo. Want als kopje schuin gaat, ja, dan denk ik al van, oh, Dorien, die wil iets van me. En dan krijgt ze het niet en dan gaat zo het kopje zo, hop, dan de kant schuin op. Dat doet me eigenlijk niks, dus goed. Nou, we hebben nog 5 minuten om pauze. Ja. En dan meld jij je daarna bij Mulder. Oké. Nou, dan zou ik zeggen, verdwijn uit mijn lokaal en ga pauze vieren. Okay. Goed zo. Dag Dorien. Doei. Wat heb je eigenlijk in dat uurtje gedaan dan? Hm? Wat heb je in dat uur gedaan? Gewoon. Ik heb een nieuwe broek gekocht. Deze. Ja? Ja. Okay. Mooi hè? Ja. Dag. Doei. Dorien probeerde de slijmtactiek. Helaas, het werkte niet. Denk jij nou dat slijmen wel kan helpen bij docenten? En hoe doe je dat? Schrijf dat even in een reactie. En wie weet win je net als Thomas een prachtige boterhamtrommel. Padaam! Goed. En, hoera! Ongelooflijk, we hebben de 100.000 abonnees gehaald. Echt ongelooflijk. Iedereen heel erg feestelijk bedankt daarvoor. Op naar de miljoen. Goed, like deze video, word abonnee en dan zeg ik gegroet gij allen en tot de volgende week. Groetjes. Hoi, degene in de klas. Ja, met een piemel, even opstaan. Ja. Nou. Ja. Ja. Romee. Ja, flink erop, ik heb de tieten. Vorige week hebben wij het gehad over de dood in de... Oké, daar hebben we... Hoe lang is Simon bezig, jongens?